Dames en heren, hartelijk dank eerst en vooral aan de organist en ook allemaal hartelijk dank voor hier te zijn in deze speciale kerk om hier het afscheidscollege van professor Dr. Ton Gorgels te aanvoeren. Professor Gorgels, bijzonder hoogleraar transmurale cardiologie in de Faculty of Health Medicine en Life Sciences, zal hier zijn oratie, zijn afscheidsoratie geven. Welke lijn trekt de cardioloog? Professor Gorgels. Nooit te vroeg klappen. Meneer de rector, meneer de decaan, leden van de commissie van toezicht, collega's, familieleden en vrienden. Op de eerste plaats veel dank voor de tijd die u genomen heeft om op deze mooie dag vanmiddag hier bij mijn afscheidscollege aanwezig te zijn. En het is een voorrecht u vanaf deze bijzondere plaats te mogen toespreken. Ik ben 40 jaar arts dit jaar. Ik ben 36 jaar verbonden aan de instelling, aan het Academisch Ziekenhuis en de Universiteit Maastricht. En ik heb dat met heel veel genoegen gedaan. En ik hoop u ook uit te leggen waarom. Het MUMC Plus, zoals dat tegenwoordig heet, heeft niet alleen een academische functie, maar is ook het enige algemene ziekenhuis voor de stad en omgeving. Deze combinatie heeft grote voordelen voor zorg,
onderwijs en onderzoek in de cardiologie. De hartpatiënten worden binnen dezelfde instelling gezien vanaf het moment van het eerste, meestal acute contact, tot en met het vervolg na de behandeling op de polykliniek. Afstemming van de zorg tussen de eerste en de tweede lijn is goed mogelijk, hetgeen bevorderlijk is voor de zorginrichting binnen de regio. En deze factoren hebben de uitoefening van de leerstoel van transmurale cardiologie mogelijk gemaakt. De vakgroep cardiologie is op 1 februari 1977 gestart met een volledige bezetting. Zoals u het plaatje laat zien, is dit een volledige vakgroep. We zien de hoogleraar, de opleider, professor Wellens. We zien een staflid, collega Beer. We zien een secretariële afdeling, mevrouw Niemeyer. En er was ook een assistent die in opleiding kwam. En sinds 2005 heb ik de leerstoel van de transmurale cardiologie mogen bezetten. En u zult zich afvragen wat dat is, transmurale cardiologie. En het komt er eigenlijk op neer dat wij chronische en acute zorgketens inrichten. Dus chronische zorgketens zoals hartfalen, na het hartinfarct, ook boezemfibrilleren. En acute zorgketens, en daar heb ik me ook op voor ingezet, dat is plotselinge hartstilstand en reanimatie. En de titel van deze voordracht luidt: welke lijn trekt de cardioloog? Dus wellicht enigszins cryptisch, misschien blijft het cryptisch, maar ik hoop u toch uit te leggen welke lijn ik hier wil volgen. Laat me om duidelijk te maken wat er gebeurd is in de afgelopen 36 jaar in de cardiologie, wil ik u eigenlijk twee realistische scenario's schetsen. Zoals zich dat toen voordeed en in hetzelfde geval zoals ik dat nu voor kan doen. Ik heb dat zelf bedacht, het zijn geen werkelijke patiënten, maar het gebeurde toen zo en nu is het veranderd. In 1977 kon een patiënt binnenkomen met een hartinfarct ten gevolge van een afsluiting van de voorste kransslagader. En we weten al, wisten toen ook al, dat dat leidt tot hele grote infarcten. De patiënt komt binnen op de hartbewakingsafdeling. We hadden toen hartbewakingsafdelingen die in staat waren om het ritme goed te monitoren. Die patiënt die krijgt dan ook een, op dat moment, fatale ritmestoornis, wat we noemen kamerfibrilleren. Als je het buiten het ziekenhuis krijgt, dan sterf je eigenlijk acuut. In die hartbewakingsafdeling hadden we toen de mogelijkheid om met een defibrillator die patiënt weer in een normaal ritme te krijgen. Dus hij overleeft dat moment dankzij de toenmalige technieken, wordt opgenomen, maar voor de rest hadden wij dus geen mogelijkheden om dat bloedvat wat was afgesloten, om dat open te maken. Dus we konden pijnstilling geven, we konden het hartritme controleren, maar uiteindelijk kreeg die patiënt dus een volledig hartinfarct. Dus heel veel van de hartspier gaat verloren en we weten dat zich in zo'n fase opnieuw ritmestoornissen kunnen voordoen. En zo'n patiënt wordt dus 4 weken lang opgenomen, hij wordt gekeken of die pompfunctie goed blijft. Hij wordt dus op hartfalen, zoals dat heet, wordt gecontroleerd. En uiteindelijk gaat hij na 4 weken naar huis. Daarna blijft hij het niet goed gaan. Hij blijft moe, hij blijft kortademig. Moet vaak de dokter, de cardioloog bezoeken. En uiteindelijk, na 1,5 jaar, na nog een aantal ziekenhuisopnamen, overlijdt hij thuis plotseling. Iemand kan zien het gebeuren, weet niet wat hij moet doen. En de patiënt overlijdt ter plekke. Dat was de situatie in 1977. Dezelfde patiënt nu, in 2013, die krijgt hetzelfde voorwandinfarct in de thuissituatie. En hij heeft meer pech dan zijn voorganger. Hij krijgt thuis dat fatale ritmestoornis. En hij krijgt dus een kamerfibrilleren, raakt weg, toont geen tekenen van leven meer. Nu heeft hij een zoon, die is 16 jaar, en die heeft op school reanimeren geleerd. Er is een reanimatieprogramma waardoor deze zoon heeft leren reanimeren. Hij weet dat dat bestaat, plotselinge wegraking, hartstilstand, hij herkent dat onmiddellijk en hij begint dus onmiddellijk te reanimeren nadat hij 112 heeft gebeld. Hij belt dus 112, zegt dat er een reanimatie is en binnen een paar minuten gaat de bel, deur maakt de deur open en er komen dus 2 mannen binnen die zeggen: we komen helpen reanimeren. Want dat zijn AED-vrijwilligers die tegenwoordig opgeroepen worden via een sms'je om in de buurt te hulp te schieten. Nog een minuut later komt er iemand binnen met
Het kastje, de AED, wordt aangesloten en er wordt een schokadvies gegeven. De patiënt krijgt een elektroshock en er is weer sinus, ritme normaal, ritme. Ambulance komt eraan, maken met die mensen samen die reanimatie af, samenwerking. Nemen de patiënt mee, zien op de DCG groot hartinfarct, bellen onmiddellijk de vaatkamer in het ziekenhuis. De patiënt wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht en onmiddellijk de mensen van de vaatkamer, de interventiecardiologen staan klaar. De patiënt gaat onmiddellijk naar de vaatkamer, het vat wordt opengemaakt en de klachten verdwijnen, het ECG normaliseert. De patiënt is inmiddels door de vroege reanimatie weer heel snel bij bewustzijn gekomen, hoeft niet, wat we wel eens vaak doen in de beginsituatie, gekoeld te worden. Is niet nodig, want hij is al weer bij kennis. En hij gaat na 4 dagen gaat hij weer naar huis. Dan komt er een, is het verhaal nog niet afgelopen. Hij krijgt effectieve nieuwe medicatie die we toen niet hadden. Hij krijgt een revalidatietraject waarbij wordt gelet op fysiotherapie, maar ook op psychologische factoren, de verwerking daarvan. Er wordt ook gekeken naar arbeidsreïntegratie. We hebben daar een multidisciplinaire richtlijn voor gemaakt onder leiding van Angelique de Rijk, Petra Kuipers en Twan van Stipdonk. En die patiënt wordt dan verder nog een jaar vervolgd door de hartvaatverpleegkundige op de afdeling. Er wordt gekeken of zijn bloeddruk oké is, zijn cholesterol oké. En na een jaar gaat hij terug naar de huisarts. De huisartsen die hebben tegenwoordig praktijkondersteuners. En door de praktijkondersteuner wordt die patiënt dus verder begeleid. Kan zich natuurlijk altijd opnieuw een klacht voordoen bij zo'n patiënt. Mocht dat zo zijn, dan hebben we tegenwoordig ook de mogelijkheid dat de cardioloog uitgenodigd wordt om in de praktijk te komen kijken hoe het met die patiënt gaat. Dus er is een samenwerking tussen die eerste en die tweede lijn gekomen, waarbij dus de cardioloog thuis of in de praktijk visites kan doen. Dus dat is een enorme verandering in de prognose en de behandeling van dit soort patiënten. Dus in dat casus, in dat scenario 1977, was het vooral een eenlijnsbehandeling. De cardioloog die het enige was die handelend ingreep. Maar in 2013 is het een meerlijnsbehandeling geworden. De huisarts, de cardioloog, maar ook de burger. De persoon, de burgers die zijn opgeleid om te reanimeren en die dus levensreddend optreden. Zorgketens rondom het hartinfarct en de hartstilstand. We hebben dus AED-vrijwilligersnetwerk gekregen. En ik zal u straks laten zien wat dat heeft opgeleverd voor onze provincie Limburg aan overleving. We hebben een goed met protocollen werkende professionele ambulancedienst die niet op zichzelf werkt, maar zijn lijnen heeft met die AED-vrijwilligers en met het ziekenhuis, met de cardiologische afdeling. In het ziekenhuis kunnen we die kransslagader snel openen. We kunnen, als de patiënt nog niet bij kennis is, doen we hypothermie, 24 uur koelen. We hebben hele effectieve medicatie gekregen, stolseloplossend, cholesterolverlagend, bloeddruk verbeterend. En we hebben, als het nodig is, hebben we ook de beschikking gekregen over inwendige defibrillatoren, waarbij een patiënt dus zo'n defibrillator ingebouwd krijgt. We hebben ook nog andere zorgketens ontwikkeld na dat hartinfarct. Dus het multidisciplinair revalidatietraject, nazorg door hartvaatverpleegkundigen, terug naar de eerste lijn waar de praktijkverpleegkundige aanwezig is en een consultatiemogelijkheid van de cardioloog in de eerste lijn. En dat noemen we dan de anderhalve lijn. Dus de cardiologie is de laatste jaren enorm vooruit gegaan. En de diagnostiek, beeldvorming. Heel belangrijk dat we het hart goed in beeld kunnen brengen. Biomarkers, ook een belangrijk aandachtsgebied van collega Van Dieën, waarbij we hartschade, hartfalen kunnen beoordelen. Behandeling met medicatie, nieuwe medicamenten, reperfusie, de mogelijkheid dus om het vat open te maken. We hebben elektrische therapieën gekregen waar onze elektrofysiologen zich mee bezighouden. Bij een traag hart of bij een hele snelle hartritme, dus we hebben bradypacing. We kunnen het hart van twee kanten pacen als het hart slecht synchroon functioneert. We kunnen ritmestoornissen ableren, dus met een radiofrequentiegeteer kun je naar de plek des onheils gaan en daar de ritmestoornis verwijderen. En dat kan een patiënt daar volledig van genezen. En er zijn belangrijke vorderingen gemaakt in de reanimatiegeneeskunde. We hebben effectieve reanimatieprotocollen gekregen
En we hebben de beschikking gekregen over de automatische externe defibrillator, die dus door burgers gebruikt kan worden en overal in het publieke domein verschenen zijn. En die verbeterde overleving die hebben we eigenlijk al sinds 1982 zien optreden. Dit is van het proefschrift van professor Widdershoven en Jacqueline de Vrede, die allebei dubbel promotie hebben gemaakt, waarin het enerzijds over plotse dood gaat, anderzijds over het hartinfarct en de overleving daarvan. En je ziet dus dat in 1982, toen we die dat vat nog niet konden openmaken, zie je dus dat er een hele slechte prognose is. En dat die mensen, die hebben 16 jaar kunnen vervolgen en dan is er 70% overleden. Je ziet in 1988, toen we de beschikking hadden over stolseloplossende middelen, dat die prognose eigenlijk meteen veel beter wordt. Die lijn die loopt dus veel hoger. En in 1994 hebben we dat nog eens 4 jaar gedaan, dus tot 1998. En je ziet dat toen hadden we de mogelijkheid om het ballonnetje dat vat open te maken. En daarmee verbeterde de prognose van die patiënten verder. Hart- en vaatziekten. Er is dus heel veel vooruitgang geboekt, maar het is nog steeds een zeer belangrijke doodsoorzaak. We zien dus dat er jaarlijks voor hart- en vaatziekten nog altijd bijna 40.000 mensen overlijden. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel. Ook treden er veel nieuwe gevallen van hartziekten op. En we hebben dat in het proefschrift van Audrey Merrie, wat dus samen met de vakgroep Epidemiologie en het RIVM is bewerkt, hebben we dus gemeten dat er in de regio hier per jaar nog steeds 362 patiënten kransslagaderlijden krijgen per 100.000. Dus dat is voor een regio van 180 is dat bijna het dubbele en 66 hartfalers. En we zien dus een toename van het chronische hartpatiënten. Dat is het enorme probleem van de toekomst. Die grote aantallen patiënten, hoe kun je die behandelen? En u ziet dat hier data van het RIVM in 2007. Zie een toekomstscenario tot 2025. En dan zie je vooral bij de 65-plussers, zie je dus de enorme toename van het aantal chronische hartpatiënten. Dus hoe pakken we dat nou aan? En we zijn daar al een aantal jaren hier in de regio mee bezig geweest. We proberen dus de zorg die vroeger alleen de cardioloog gaf, proberen we nu te laten vervangen door andere zorgprofessionals. Dus op de eerste plaats de huisarts, maar dat zijn ook dus de verpleegkundige specialisten, zoals ik die straks al genoemd heb, hartvaatverpleegkundigen, hartvaatverpleegkundigen, verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn op boezemfibrilleren. En de huisarts heeft de beschikking over praktijkondersteuners die hem bijstaan in de behandeling van dit soort patiënten. We hebben multidisciplinaire richtlijnen gekregen waarbij we met de verschillende disciplines die met het onderwerp bezig zijn een gezamenlijke richtlijn maken. Dat is een protocolaire aanpak zodat we met z'n allen weten hoe we die patiënten behandelen. En er zijn ook nieuwe technologische ontwikkelingen op dit gebied, waardoor de verpleegkundigen die ook weer ontlast worden, dat is telemonitoring, de patiënt op afstand begeleiden en computerondersteuningssystemen voor richtlijnen, waardoor je dus die richtlijnen die je maakt in een computer stopt, de data per patiënt daarin verwerkt en dan adviezen krijgt over hoe verder te gaan. En wat heel erg belangrijk is en wat nog niet gerealiseerd is, dat is de gemeenschappelijke verslaglegging. Dat wat wij op de ene plek registreren over een patiënt op een andere plaats voor een andere zorgprofessional zichtbaar is. Dus we gaan ontwikkelen naar meerlijnsbenadering in de cardiologie. Vroeger eerst en tweede lijn, nu krijg je, we zien binnen de cardiologie zien we een enorme differentiatie aan technieken en aan kennis. Die zijn subspecialismen, dat zou je eigenlijk een derde lijn moeten noemen. De tweede lijn, De generalistische, de algemene cardiologie. De anderhalve lijn, de specialist bij de huisarts. De eerste lijn, dat is de huisarts met zijn praktijkondersteuner. En dan signaleer ik eigenlijk ook het bestaan van een halve lijn. En wat is de halve lijn? Dat is de mondige, proactieve patiënt die zijn ziekte kent. En die weet hoe die met zijn ziekte moet omgaan, waardoor de symptomen verbeteren. Maar dat is ook de AED-vrijwilliger die in staat en bereid is om een medemens in de directe omgeving levensreddende handelingen bij te verrichten. En duidelijk hebben we dan de basislijn, dat is de kaderscheppende structuur
van de overheid en de zorgverzekeraar die de financiering moet regelen. Werkt dat nou wel? We hebben daar binnen onze afdeling onderzoek naar gedaan. Werkt dat nou bijvoorbeeld dat die praktijkondersteuners het even goed kunnen als huisartsen? En dat is dus een proefschrift van Helene Voogd, wat we samen met de collega huisartsen Beusmans en Van Rij hebben gedaan. We hebben gekeken bij in 6 praktijkondersteuners en 700 patiënten. En we zagen dus dat wat betreft cholesterol, bloeddruk, lichaamsgewicht er vergelijkbare dalingen waren na 1 jaar tussen huisarts en de praktijkondersteuner. Dus daar bleek wel uit dus dat de praktijkondersteuner, mits goed opgeleid en altijd in goed overleg met de huisarts, deze taken kan overnemen. En dit is dan het proefschrift van Helene Voogd. Een ander onderzoek, zoals ik al net zei, is dat telemonitoren bij van hartfalen. En we hebben daar, en dat is Jo-Jan Jansen, is daar de promovendus van die dat onderzoek heeft getrokken. Dat noemen we de Health Buddy. De Health Buddy is dus een systeem waarbij een patiënt een apparaat thuis krijgt, een display, waarbij die met iedere dag vragen krijgt, via die wordt ingebeld, krijgt dan vragen over kennis, leefstijl en medicatietrouw en symptomen. Al die gegevens, die antwoorden, die komen op de desk van de zorgverlener, meestal een verpleegkundige. En die worden dus van alle patiënten gedisplayed naar mate van ernst van de antwoorden die er binnenkomen. Dus als iemand symptomen heeft en blijkt dat hij vocht gaat vasthouden, dan wordt het als rood gelabeld. Dus over, en dan weet zo'n verpleegkundige dat ze dus contact moet opnemen met zo'n patiënt. Dus de patiënt hoeft dus niet naar het ziekenhuis te komen. Die informatie wordt dus eigenlijk gecommuniceerd via de Health Buddy. We hebben dat dus bij een groot aantal patiënten bekeken, bij 382 patiënten. En om een lang verhaal kort te maken, we zagen dus dat die Health Buddy met name heel goed functioneert hier. Dit is een jaar follow-up. Bijna geen ziekenhuisopname bij patiënten die Health Buddy hadden en recent hartfalen. Dus recent, als zij pas dat hartfalen, dus die zwakke pomp, dat slechte functioneren van dat hart, pas kort hadden, dan konden ze zoveel kennis opdoen dat ze daardoor hun therapietrouw konden verbeteren en daardoor minder symptomen en minder ziekenhuisopname hadden. Want het gaat er dus om meer kennis, betere behandeling van je eigen ziekte, zelfmanagement en daardoor minder symptomen, minder ziekenhuisopname. Dit is een ingewikkelde en dat is het in de praktijk ook. En dat gaat over die beslissingsondersteuningssystemen. Bij hartfalen, daar is de pomp heel zwak en daar heb je allerlei soorten medicatie voor nodig. Dat zijn beta-blokkers, ACE-remmers, A2-antagonisten, diuretica, digoxine. Doet er verder niet toe, maar die hebben allemaal, dan begin je laag te doseren en dan ga je omhoog. Tenzij de patiënt bijwerking heeft. En je combineert die 5. Dus dat is een heel ingewikkeld titratieschema. En een voorbeeld daarvan staat dus rechts in die blauwe boxen. Die gaan we niet, vanmiddag niet allemaal doornemen. Maar in ieder geval gaat het erom dat die... Dat dat dus gecombineerd moet worden en die doseringen per keer opgetitreerd of verlaagd worden of hetzelfde gebleven. En dat is dus een onderzoek wat we samen met collega Hasman doen en Agnes Berendsen als promovendus. Die ontwikkelen dus volgens het Gaston-principe beslissingsondersteuningssystemen. Dus dan krijgt de zorgverlener, die krijgt dus adviezen. Hè, er zijn bijvoorbeeld bepaalde intenties om een klinisch doel te bereiken. Vocht afdrijven bij hartfalen bijvoorbeeld, dan geeft dat systeem adviezen gebaseerd op de algoritme van de richtlijn. Geeft proactief gevende advies. Als je een stap zet, is het reactief en geeft het commentaar op een gemaakte stap. Van zou je dat wel doen? En het is ook flexibel, het accepteert ook een andere aanpak door de gebruiker. En u begrijpt dat dat een heel goed systeem is om mensen die niet direct vertrouwd zijn met die moeilijke medicatieschema's, jonge mensen, voor onderwijs, of dat je die data gaat invoeren en dat je per patiënt dus een heel goed overzicht krijgt hoe er volgens die richtlijnen is opgetitreerd. En je kunt later ook op populatie of op groepsniveau kijken hoe zo'n richtlijn wordt geïmplementeerd in de dagelijkse
praktijk. Dus de oudere hartpatiënt, daar gaat het eigenlijk om. U ziet hier rechts de bevolkingspyramide. En u ziet dus hier de babyboomers. Die dus een enorme, nu nog tussen de 40 en de 65, maar die later dus voor de enorme aantallen oudere patiënten zullen gaan. Dat er heel veel van die oudere patiënten dus zullen gaan komen. En de oudere patiënten, daar moet veel meer aandacht aan worden besteed, want die hebben een apart risicoprofiel. Het goede nieuws is dat de oudere hartpatiënt, dat we veel meer gezonde ouderen krijgen op het ogenblik. Dus de gezonde levensverwachting neemt eigenlijk toe. Maar van de andere kant hebben oudere patiënten toch een ander risicoprofiel. Als ze wat hebben aan hun, bijvoorbeeld aan het hart, dan hebben ze vaak meerdere aandoeningen. Ze hebben ook vaak andere aandoeningen, nierfunctiestoornissen, suikerziekte. Ze zijn vaak meer immobiel. Ook vaak zijn de cognitieve functies gaan achteruit. Dus er is heel veel behoefte wat ons betreft aan wat we noemen cardiogeriatrie. Dus de kennis van de behandeling van de oudere hartpatiënt. We doen daar ook een onderzoek naar binnen onze regio. Dat wordt gedaan door de collega's Scholz en Hamers. En als promovendus is dat Marielle Damen. Die heeft al gekeken in de literatuur en gezien dat 15-45% van de patiënten in verpleeghuizen al een vorm van hartfalen hebben. En dat is vaak niet direct herkend. Dus we kunnen daar nog een hele verbeterslag maken om die patiënten goed te identificeren. En we hebben dus een groot aantal in de verpleeghuizen in Zuid-Limburg bij meer dan 500 patiënten gekeken of daar hartfalen inderdaad ook zo vaak voorkomt. En dat lijkt dus inderdaad zo te zijn. Dus ook daar zijn denk ik nog heel veel verbeteringen in de toekomst te verwachten. Dan iets over die derde lijn. We zien dus dat heel veel collega-cardiologen die gaan samenwerken en hun activiteiten smelten als het ware samen met andere specialismen. Ja, dus de cardioloog eigenlijk gaat een stapje dieper, die verengt zijn onderwerp, zijn focus. En die gaat dus samenwerken met bijvoorbeeld de chirurg bij het implanteren van hartkleppen. Bij het ableren van ritmestoornissen, het verwijderen van hartritmestoornissen. Samenwerking met de radioloog, met de intensivist, met de geneticus en met basale wetenschappers. En dat is natuurlijk een uitstekende ontwikkeling, want daardoor wordt onze kennis enorm vermeerderd. Wat we moeten voorkomen, dat is dus dat het generalistische van dat vak daardoor verdwijnt. Dus de cardiologie moet zijn basis heel erg stevig houden. Dat is denk ik ook de uitdaging van de toekomst. Even een paar plaatjes om te laten zien. Dit is echo-onderzoek. Dan zie je dus fraai de kleppen bewegen, de rechter en de linker ventrikel, rechter en linker boezem. Hier, dit is MRI. Hier zie je ook fraai op een andere manier dat hart weer heel duidelijk bewegen. Minder goed samentrekken eigenlijk bij een patiënt die hartfalen heeft. Dit is een patiënt waarbij de kransslagader wordt opgespoten en waarbij we zien dat er eigenlijk helemaal geen bloed doorheen kan. De patiënt wordt vervolgens gedotterd en je ziet dus daar heel fraai een heel groot vat opkomen. Dat is hele belangrijke informatie. Het tweede gevaar van zo'n ontwikkeling is, naar mijn mening, dat zo'n geïsoleerde onderzoekstechniek eigenlijk op zichzelf wordt beschouwd. En dat men de neiging heeft om de imaging, de beeldvorming, die hij of zij zelf bedrijft, om dat tot standaard te verklaren. En over beeldvorming kunnen we dus teruggrijpen naar de verwijzing van, of in ieder geval de vaststelling van, de bekende Waalse schilder Magritte, die tekent een pijp. En niemand zal ontkennen dat dat een pijp is. Maar hij schrijft eronder, ceci n'est pas une pipe. Dat is geen pijp. Lijkt op een pijp, maar je krijgt hier geen tabak in. En dat geldt eigenlijk ook voor de beeldvorming. We zien een beeldvorming van het hart, maar dat is afhankelijk van de techniek die je gebruikt. En alle technieken hebben hun voors en hun nadelen. Bovendien hoeft de klacht van wat je vindt eigenlijk niet direct in samenhang te staan met wat de beeldvorming laat zien. Dus er is veel meer nodig, een hele legpuzzel nodig, om een diagnose bij een patiënt te maken. En daar heb ik mij eigenlijk in mijn beroepsleven altijd sterk voor willen maken, om deze
boodschap over te brengen. De diagnostische trechter. Als een patiënt bij ons komt met een klacht of een zorgvraag, dan kan dat, moet je heel breed insteken. Het kan van alles zijn. Als ik kom met pijn op de borst, het kan van mijn hart zijn, het kan ook van mijn rug zijn, het kan uit de maag komen. Het zijn allerlei mogelijke oorzaken. Dus die anamnese is heel erg, het vraaggesprek, de interactie met die patiënt, is heel erg belangrijk om de richting aan te wijzen waar het verdere onderzoek naartoe moet. En dan volgt lichamelijk onderzoek, goede fysische diagnostiek. Dan kun je al vaak heel veel dingen oppikken die je oorspronkelijke hypothese bevestigen of ontkennen. En dan een derde basistechniek is een elektrocardiogram. Wat dus structurele informatie geeft en andersoortige informatie over de toestand van de patiënt. En daarna, op grond van die bevindingen, gaan we door naar dat specialistische onderzoek wat ik u heb laten zien. En uiteindelijk komt er dan een diagnose uitrollen. Is de beginfase generalistisch, dan is het specialistisch. Dan gaan we dus, naarmate we dieper in die trechter komen, naar specialistisch onderzoek. Maar dan wordt het ook duurder en ook belastender voor de patiënt. En ik denk dus, en dat is denk ik belangrijk voor de opleiding en voor de studenten geneeskunde, dat hoe beter je hierin leert te worden, in die bovenste situatie in de trechter, hoe beter, hoe gerichter je dat specialistische onderzoek gaat doen. Iets over de elektrocardiografie waar ik me dus in mijn afgelopen periode heel erg mee heb bezig gehouden. Elektrocardiografie is basiskennis voor de cardioloog en de huisarts. Het geeft informatie over zuurstoftekort in de hartspier. Als je dus een hartinfarct krijgt, dan kun je dat meteen zien. Het is ook onmisbaar voor de diagnostiek van ritmestoornissen. Maar het geeft ook structurele informatie. Is het hart vergroot? Welke kant van het hart is vergroot? Etcetera. En we hebben dus daar ook veel onderzoek op gedaan in die elektrocardiografie in de afgelopen jaren. Dit is een proefschrift van Mark Vos, die is dus een dier experimentele onderzoek heeft gedaan, dierexperimentele ritmestoornis heeft gekeken en van daaruit dus een hele onderzoekslijn eigenlijk heeft ontwikkeld verder en dat nu in Tilburg verder doet. En het dierexperimentele onderzoek heeft geleid eigenlijk tot 5 generaties van proefschriften, te beginnen bij professor Wellens, ondergetekende Mark Vos, collega Volders en collega Johnson. En ook hebben we bestudeerd hoe frequent aritmieën voorkomen in de algemene praktijk bij de huisarts. ECG's gemaakt bij patiënten met klachten. En onder andere een van de resultaten van het proefschrift van Zwietering, van collega Zwietering, was dat er heel frequent de aandoening boezemfibrilleren voorkwam. Een aandoening waarvan we weten dat het op zich onschuldig, maar toch veel complicaties kan veroorzaken. Eventjes wat ECG's in het kort. Je ziet een normaal hartritme. Dat is helemaal regelmatig. Bij boezemfibrilleren wordt het hart opeens heel erg onregelmatig. En als je dat ervaart, als je dus van een rustig ritme opeens in een heel onregelmatig ritme gaat, kan dat heel erg vervelend zijn. En onrust geven. Hier ziet u dat die piekjes een hele hoge afloop hier hebben. Dus een hoge rug. Heel anders dan hierboven. Dat is bij een hartinfarct. Dus je kunt een hartinfarct heel goed diagnosticeren op een ECG. En dit is die fatale ritmestoornis waar ik u over sprak. Kamerfibrilleren, waarbij dus het hartritme volledig chaotisch wordt en er geen circulatie meer mogelijk is. Dus we hebben die, wat het idee dus eigenlijk is, we hebben het elektrocardiogram de afgelopen 35, 36 jaar zien verbeteren door de komst van die nieuwe inzichten, door die te koppelen aan die nieuwe inzichten en technieken. Dus we hebben die coronair, de kransslagaders die we kunnen opspuiten, hebben we gekoppeld aan het ECG, waardoor we nauwkeurig de plaats van de afsluiting in de kransslagader kunnen vastleggen. Miguel Lemmert gaat promoveren op het ontstaan van dat kamerfibrilleren, die fatale ritmestoornis. We hebben de MAST-studie gedaan, samen met collega Beckers en Lemmert. En hij is gepromoveerd op die correlatie tussen, of de bevindingen bij MRI. We hebben er ook elektrocardiogrammen bij gemaakt. En die correlaties die worden weer verder onderzocht door collega Majidi van der Weg in samenwerking met Duke University, DCRI en Amsterdam. Bovendien hebben we belangrijke als onderzoeksgebied genetische hartziekten
We hebben de laatste jaren ook geleerd dat er in de genetica van de hartcellen iets mis kan zijn, waardoor patiënten dat fatale kamerfibrilleren kunnen krijgen. En dat is collega Wolters en Terbekke die zich daar mee bezighouden. En we hebben dat ook tot een onderwijsdoel gemaakt. Het onderwijs in Maastricht krijgt heel veel aandacht. We hebben het probleemgestuurde onderwijs heeft oorspronkelijk de faculteit zijn bestaansrecht gegeven, maar heeft later Maastricht op de kaart gezet. En waar in het onderwijs veel aandacht aan wordt besteed in Maastricht is aan het doen van wetenschappelijk onderzoek. En we hebben daar op die manier op ingestoken dat we de studenten, die dan 4 maanden de tijd krijgen, dat ECG-elektrocardiogram leren correleren met meer specialistische technieken, zodat de kennis daar terugvertaald wordt naar kennis in het ECG. Dat is het MALT-project, daar werken we samen met andere instituten, zoals DCRI met Geden Wagner, Lund, Aarhus, Stockholm, Bratislava, Leiden. En daar is de student dus de principal investigator. Het is dus niet iemand die hand- en spandiensten verricht voor een senior onderzoeker, maar hij is de persoon die dat uitvoert. En we proberen dus te komen tot een publiceerbaar manuscript. En we geven ze ook de gelegenheid om internationale presentatieervaring op te doen. En de grote karttrekker hiervan is Geden Wagner, die in DCRI in Duke, Durham, dit programma eigenlijk geïnitieerd heeft en waar wij dus heel graag en veel mee samenwerken. En hij heeft daarvoor de Hein Wellens Mentorship ontvangen in het jaar 2007. Dit jaar hebben we ook die MALT meeting hebben we georganiseerd in Leiden, in Noordwijk, door Kees Zwenne. En onder het toeziend oog van Eindhoven die de elektrocardiograaf heeft ontwikkeld. En het MALT-project heeft al tot 15 wetenschappelijke artikelen geleid met een student als eerste auteur. Een promotie aan een andere universiteit en een promotieplaats van deze student Robert Susterzeer die momenteel bij de FDA zit in Washington en daar elektrocardiografisch onderzoek doet. En dit is de Young Investigators Award die dit jaar gewonnen werd door Caroline Jaarsma. Dan kom ik aan, dat wou ik zeggen eigenlijk over mijn onderwijsinsteek in de cardiologie, naast de rollen en functies die ik er natuurlijk ook bij heb mogen vervullen. Dan iets over die halve lijn, de burger, zelfmanagement als belangrijke component bij de zorg en preventie. De burger moet beter herkennen acute aandoeningen. Mensen moeten geïnstrueerd worden. Hoe herken je een hartinfarct? Hoe herken je een herseninfarct? Hoe herken je plotseling een hartstilstand? Want dan kun je acuut ingrijpen om iemand snel te helpen. En de burger is dus ook heel belangrijk als eerste schakel in de keten bij de plotselinge hartstilstand. En hier ziet u de bekende levensketen, overlevingsketen. Je moet het kunnen herkennen dat iemand een plotseling hartstilstand heeft. Je moet onmiddellijk kunnen reanimeren. Er moet onmiddellijk een levensreddende schok worden gegeven met zo'n AED. En uiteindelijk komt de patiënt in de ambulance en in het ziekenhuis waar hij verder wordt behandeld. Maar wat je dus ziet is dat die eerste 3 schakels in die keten door de burger moet worden uitgevoerd. Dus daar ligt een hele belangrijke taak. Want plotseling hartstilstand is een groot probleem. We schatten dan ook ieder jaar 10.000 mensen plotseling een hartstilstand krijgen. En binnen 6 minuten is een levensreddende actie noodzakelijk. Professionele hulp komt meestal te laat. De ambulance moet er helemaal naartoe rijden. Dat duurt veel te lang. Helaas is er geen structureel programma van de centrale overheid. OCMW, VWS, die voeren eigenlijk geen beleid om dit probleem aan te pakken. Er is ook geen financiële vergoeding van de zorgverzekeraar. Als ik dus met een AED handelingen verricht, dan zijn de kosten die daarbij gemaakt worden, die zijn voor rekening van degene die AED heeft aangeschaft. De zorgverzekeraar begint pas te betalen op het moment dat in de meldkamer op het knopje wordt gedrukt om de ambulance te activeren. Gelukkig zijn er wel initiatieven van lokale overheden, zoals de provincie en gemeente, en daar hebben we de afgelopen jaren heel dankbaar en goed mee kunnen samenwerken. De aanpak van plotselinge hartstilstand en het inrichten van reanimatieoproepnetwerken in het openbaar en in de wijken
en dat die vrijwilligers oproepbaar door de meldkamer. Dat is eigenlijk een idee, dat hele probleem, die aanpak van plotseling hartstilstand van professor Wellens, die daar in het begin van de 90er jaren mee is begonnen. Professor Wellens die is natuurlijk bekend als elektrofysioloogisch, de grondlegger van de moderne elektrofysiologie, maar ook een op en top klinicus, de man die zorg koppelt aan onderwijs en wetenschap. En wat dat betreft dus een rolmodel voor, denk ik, voor heel veel opleiders en andere mensen die dus in de zorg werkzaam zijn. Hij heeft ook het plotseling hartstilstandprogramma opgezet en ik ben hem heel erkentelijk ook voor de mogelijkheid die ik heb gekregen om dit programma later verder uit te voeren. Reanimatieonderwijs op school, dat vinden wij heel erg belangrijk. We vinden dat de jonge mensen, 14, 15 jaar, heel goed kunnen leren reanimeren, fysiek en psychisch in staat zijn om een reanimatie uit te voeren. Daar komt iedereen langs, alle Nederlanders komen langs dat middelbare onderwijs en dat is dus de ideale plek, vinden wij, om dat te leren. En degene die dat idee heeft geconcipieerd en ontwikkeld heeft in onze regio en ook uitgerold daarbuiten, dat is Petra Schuffelen, die dat dus sinds een aantal jaren met heel veel energie en charisma neerzet en waarbij de filosofie is, de reanimatie-instructeurs, dat moeten studenten geneeskunde zijn. Dan maken we ook de studenten geneeskunde, betrekken we bij de problematiek van plotseling hartstilstand. En zij kunnen ook heel goed die lessen geven. Registratie van reanimatie is heel belangrijk. Hoe goed gaat het? Werkt het allemaal? Hebben we verbetering van overleven? Dat is allemaal heel erg belangrijk. En dat doet de onderzoeker Ruud Pijls op onze afdeling. En uiteindelijk is heel erg belangrijk, hoe is de kwaliteit van overleven als je een hartstilstand hebt gehad? Hoe goed gaat het dan met je? En onderzoek van collega Moelaert, rehabilitatiearts, laat zien dat dat eigenlijk heel erg goed gaat. Dus we hebben daar een aantal programma's voor. Rechtsonder zit onze reanimatie-instructeurs. Dat zijn dus meer dan 100 jonge studenten geneeskunde die zich daarmee bezighouden. In het Heartbeat Survival Program hebben we 3000 leerlingen al opgeleid. Die Taskforce QRS, dat zijn die studenten geneeskunde, die geven reanimatieonderwijs op school. Een extra curriculair blok, ze hebben een blok gemaakt, dus een studieblok, waarbij dus hun medestudenten leren over reanimatiegeneeskunde. En ze organiseren iedere dag een grote manifestatie, een reanimatie-estafette op een van de scholen in het Limburgse, waarbij massaal, dus met z'n allen, gereanimeerd wordt. Niet alleen door de studenten en de leerlingen, maar ook heel veel bestuurderen, mensen die daar belangstelling voor hebben. En dat is altijd een hele belangrijke activiteit. Reanimatieprogramma 2. We zijn enorm geholpen door de provinciale staten die dat hebben opgepakt en die ons in de gelegenheid hebben gesteld om Hart voor Limburg uit te dragen. Daardoor worden alle gemeenten benaderd om die AED-oproepnetwerken in te richten. Er is een module ontwikkeld, e-learning module binnen dat programma, waardoor dat reanimatieonderwijs makkelijker verloopt. En er is ook onderzoek naar overleving van plotselinge hartstilstand in Limburg. En daar zal ik zoiets van laten zien. Bovendien zijn alle brandweerauto's in het Limburgse uitgerust met AED's. Dus dat is een belangrijk programma geïnitieerd vanuit de provincie Limburg. Met als karttrekker was dat de huidige financiële deputé, de heer Erik Koppen. Een derde programma is, we zitten hier in Limburg natuurlijk met heel veel landsgrenzen en we hebben daarom een regionaal programma gemaakt met Interreg en middelen van Maas en Nederrijn en dat loopt van 2011 tot 2014. Doen Aken, Luik, Genk, Leuven doen daaraan mee en het doel is om de reanimatiesituatie in onze regio te verbeteren. En in dat kader gaan we nog eens 4000 leerlingen opnieuw opleiden. Er zijn ook heel veel reanimatieprogramma's ontstaan door lokale initiatieven. Het gaat echt bottom-up, door lokale initiatieven van burgers, van instanties, vanuit het bedrijfsleven, vanuit de gemeente. Daar wordt het eigenlijk allemaal door geïnitieerd en in stand gehouden. En ik kan daar heel veel voorbeelden van noemen, van al die activiteiten die plaatsvinden. Maar ik wil alleen als pars pro toto eigenlijk het Limburg Hart Veilig noemen, waarbij we samen met de Stichting Maatschappelijk Projecten Maastricht en de Maatschappelijke Voetbalvereniging Maastricht, MVV, hebben we 400 vrijwilligers het afgelopen jaar kunnen opleiden.
En u ziet een groot aantal ambassadeurs die we hebben opgeleid. En ik denk dat een aantal mensen in de zaal zich, als ze heel goed kijken, zichzelf daarin herkennen. Dan kom ik nu aan de overlevingscijfers. Wat hebben we nou met die programma's de afgelopen jaren bereikt? We hebben dus dat geteld in het begin van de jaren 90. Dat was het proefschrift van Jacqueline de Vrede. En dan zien we dus dat als er iets bij... En we hebben dat opnieuw geteld het afgelopen jaar in 2012. We hebben het afgelopen jaar 424 reanimaties gedaan. En daarvan heeft 23,8 dat overleefd. En dat is heel erg veel, het kan nog beter, maar de gemiddelde overleving in en buiten, of in Nederland, maar in ieder geval ook buiten, in het buitenland, is heel erg laag. Als daar een getuige bij is, als iemand het ziet gebeuren, dan wordt die overleving, die stijgt naar 29,4%. Dus als het buitenshuis gebeurt, als het buitenshuis, dus niet in de thuissituatie gebeurt, maar in het openbaar, dan is de overleving 31%, 31,9%. Als er onmiddellijk een omstander BLS wordt gedaan, dan stijgt de reanimatie-overlevingskans tot 33%. Als er een AED wordt aangesloten, dan stijgt de overleving tot 34%. En als iemand die fatale ritmestoornis heeft, kamerfibrilleren, die je kunt schokken, dan stijgt de overleving in onze regio tot 40,8%. Dus dat is een hele belangrijke verbetering, denk ik, van de overleving van plotseling hartstilstand. In de jaren 92 was de kans om te overleven met een getuige maar 10,6%. Dus dat is bijna verdrievoudigd. Als je buitenshuis gereanimeerd was het 18%, en dat is dus gestegen tot 32%. Thuissituatie, hele lage overlevingskans, is nu gestegen van 7% tot 20%. Dus met andere woorden, dankzij die projecten, dankzij al die inspanningen van velen, alle die daaraan hebben bijgedragen, zien we dus de overleving van plotseling hartstilstand in onze regio overleven. De toekomst, welke lijnen gaat de transparante cardioloog uitzetten? Heel belangrijk, denk ik, is dat goede nieuwe risico-identificatie van hart- en vaatziekten, met name bij de oudere patiënt. En met name bij de patiënten met een hoog risico op plotseling hartstilstand. En we hebben daar twee grote studies voor lopen. De Maastricht-studie, waarbij diabetes, 10.000 man worden onderzocht. 5.000 diabetes, 5.000 patiënten zonder diabetes. En we gaan dus de studie van met de RIVM en de epidemiologie, die CAREMA-studie, gaan we ook verder uitvoeren. In de chronische zorg moeten we die anderhalve lijnsfunctie heel sterk gaan maken. Ik denk dat het heel goed kan werken als de cardioloog naar de huisarts gaat en daar de risicopatiënten kan behandelen. Misschien kun je daar de verwijzingen en opname voorkomen. Telemonitoring hebben we het over gehad. Effectief gebleven moeten we toepassen. Die beslissingsondersteuningssystemen voor richtlijnen moeten we toepassen. En wat heel belangrijk is, is transmurale patiëntendossiers, gemeenschappelijke patiëntendossiers, met aggregatie van informatie op populatieniveau. En dan verder de ontwikkeling van de cardiogeriatrie. Verder, ten aanzien van plotselinge hartstilstand. Ik vind dat we structureel reanimatieonderwijs op scholen moeten krijgen. Er moet veel meer aandacht komen voor reanimatiegeneeskunde, ook op onze, in onze instelling. Er moet een landelijk beleidskamerkader komen. Dus vanuit VWS moeten de kaders geschapen worden waarbinnen die AED-oproepnetwerken en de financieringsstructuur geregeld wordt. We moeten veel meer AED-vrijwilligers hebben. Er zijn heel veel mensen die kunnen reanimeren. Zorgprofessionals in ziekenhuizen, verpleeghuizen. Als die zich al eens als AED-vrijwilliger zouden aanmelden, dan zou het sowieso al substantieel verbeteren. En een regionale aanpak. De nabije toekomst. 11 juni hebben we Hartvaatcafé op de markt, het Café de Vrede. Dat is dus een activiteit waar patiënten en zorgprofessionals elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Door Dion de Vrede, Marlies en Bianca dus geïnitieerd. Kom met z'n allen 27 september naar het Charlemagne College om de reanimatie-estafette bij te wonen, om zelf een uurtje te reanimeren.
En kom de dag daarna naar het mooie Rolduc in Kerkrade om een dag te wandelen met cardiologen van het ziekenhuis in Maastricht en in Heerlen met hun patiënten. En daarmee dragen we bij, fondswervend, draagt u bij aan onderzoek van hart- en vaatziekten. Ik ben gekomen aan het einde van mijn reden en dat geeft mij de gelegenheid om een aantal mensen te bedanken. In de eerste plaats wil ik het Thuisfront bedanken. Die zit hier rechts voor, op te letten. Hartelijk dank voor jullie steun en support. Voortdurende steun. Ik dank mijn patiënten voor het vertrouwen. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Voor de patiënten. Ik dank u voor het vertrouwen in mij gesteld. Ik dank het MUMC, de afdeling Geïntegreerde Zorg, Hans Violet, de onderzoeksinstituten Capri en Karim, die de mogelijkheid hebben gegeven deze leerstoel te bezetten. Ik bedank de collega-cardiologen die u hier allen bijeen ziet. U zit hier linksonder. Dit was een complete afdeling, maar u zult het met me eens zijn dat deze afdeling nog wel een stukje completer is. En mijn secretariaat cardiologie en mijn twee engelbewaarders, Mirjam en Nadine. Ik dank ook de collega-cardiologen in de Limburgse ziekenhuizen die zorgen dat wij al die gegevens krijgen over die reanimaties. Want het is een enorme klus om al die reanimatiescenario's in kaart te brengen. Ik bedank ook de collega van de afdeling cardiologie voor hun expertise en collegialiteit. Want je kunt tegenwoordig niet meer geïsoleerd functioneren. Je werkt samen in een grotere constellatie. De collega-huisartsen, waar ik altijd met heel veel plezier en genoegen mee heb samengewerkt. Onderzoekers en onderzoeksgroepen met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt, zoals het voorgaande heeft laten zien. En de Taskforce QRS, al die reanimatieinstructeurs die zich inzetten om reanimatieonderwijs te geven. En tenslotte veel dank aan vele instanties die mijn onderwijs- en onderzoeksprogramma's mogelijk hebben gemaakt. Want buiten de reguliere instanties om zijn er heel veel bezig geweest om een en ander te realiseren. En ik zal ze u achtereenvolgens laten zien. De Stichting Kloppend Hart voor Limburg, initiërend bij het inzet van AED's in het publieke domein, het Hein Wellens Fonds, de provincie Limburg, Sint Annadan Rescar, de Health Foundation Limburg, het campagneteam van de Health Foundation Limburg, die zich ieder jaar weer enorm inzetten, Mercurius, de Stichting Mercurius, Preuvene Tour, Q-Park, MVV en de Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht, Medtronic, Tiluja en de Stichting Smeese die mogelijk maakt dat jonge onderzoekers naar het buitenland kunnen, de Reanimatie Estafette Limburg, het VSB en het CZ-fonds, de Hartstichting en de Reanimatieraad, Sevagram, Rotaries Maastricht, Canonic Salde Stichting, de Stichting MOS, de RAV Noord-Limburg en de GGD Zuid-Limburg, met wie we heel erg intensief samenwerken om die programma's, reanimatieprogramma's, rond te krijgen. Physiologic and St. Jude, Boehringer Ingelheim is AstraZeneca en tenslotte Novartis MSD Pfizer, die altijd met unrestricted grants mijn activiteiten mogelijk hebben gemaakt. Ik dank u, deze instanties allen. Ik ben hiermee gekomen aan het einde van mijn reden. Ik dank u voor uw aandacht. En hiermee besluit ik mijn afscheidsrede. Dank u wel.
Professor Gochels, hartelijk dank voor deze lezing die een perfect overzicht gaf van uw lange carrière hier in Maastricht aan deze instelling, aan het MUMC. En ik denk dat velen hier aanwezig zullen genoten hebben van de manier waarop u hier een overzicht hebt gegeven over al deze activiteiten. Ik wil nu eerst het woord geven aan professor Krijns namens de afdeling cardiologie. Professor Krijns. Oeps. Dank u wel, meneer de rector. Ja, mijn naam is Harry Krijns. Ik ben van de cardiologie hier in Maastricht. En ik heb het voorrecht gehad om de afgelopen 12 jaar met Ton hier in Maastricht te kunnen samenwerken. Dat was zeker ook een voorrecht om alle redenen die vanmiddag door alle sprekers tijdens het symposium dat we gehouden hebben ter ere van het afscheid van Ton hebben horen vermelden. Dus al die talenten en alle eigenschappen van Ton die zo gemaakt hebben dat hij is wie hij is en heeft kunnen doen wat hij gedaan heeft. Daar is bijvoorbeeld ook gezegd, als je dat allemaal hoort, dan moet hij maar heilig verklaard worden. En ik zei al, dan hebben wij de heilige Antonius van Mosa Trajectum. Maar ik begreep, dat kon niet in deze kerk. Maar zoals u ook gehoord hebt, de kerken moeten ook samenwerken. Dus wie weet. Nu is het zo dat, aan alles komt een einde, maar u hebt gezien dat er is een einde aan het cardiologenleven, zoals Ton dat heeft, gehad als polydokter, als afdelingsdokter. En daar is die heel veel mensen voor gegaan, de manier waarop je mensen tegemoet moet treden en begeleiden. Dus daarin is hij voor heel veel mensen een voorbeeld geweest. Maar hij gaat door. U hebt gezien dat een aantal projecten, een groot aantal projecten nog loopt. En dat zijn projecten met een hele grote impact. Niet alleen op de cardiologie, maar vooral ook op de gezondheidszorg in het algemeen. En daar, dat is iets wat staat te gebeuren, dat neemt niemand ons meer af en dat gaat ook zijn beslag krijgen. Er is al heel veel over Ton gezegd, er is ook heel veel door Ton gezegd. Het is nu tijd om eens de vrouw achter, naast, voor Ton in het zonnetje te zetten, CQ, naar voren te halen. Misschien als jullie ons allebei naar voren komen. Want dan geeft mij dat de gelegenheid. Ik had hier een minuut voor. Maar we trekken het even wat langer. Want Janneke, gaan we nou heen. Ik wil je heel erg bedanken voor de wijze waarop jij Ton feiten ook steeds aan ons hebt afgestaan. Ik heb vanmiddag ook gehoord dat je heel erg een deel van dat proces Ton Gorgels bent. Hè? En jullie hebben dat ook samen gedaan. En dat is heel erg waardevol geweest, want daardoor hebben wij ook een man gezien die kon staan waar die voor moest staan. En daar willen we jou ook heel erg voor bedanken. Ik sta hier namens de cardiologie, maar het is in feite namens het AZM, het MUMC en alle mensen waar Ton en jullie mee hebben kunnen en hebben willen samenwerken. Het is een klein teken van waardering, het is een bos bloemen, die ga ik jou nu overhandigen. Daarmee
wil ik het woord, zoals te doen gebruikelijk, teruggeven aan de rector. Beste Tom, je zult mij even moeten verontschuldigen, maar ik moet even naar de deur lopen van deze kerk en niemand binnenlaten. Vindt u niet erg als ik achter de microfoon ga staan? Nee, absoluut. Nee. Dan moet u een beetje zo gaan staan, dat mensen u wel kunnen zien, hè? Daar gaan staan. Ja, er is één zo'n moment waarop de familie denkt, en nu gaan wij ons ermee bemoeien. En dat is dit moment, omdat het een bijzonder moment is om afscheid te nemen vandaag. En ik weet natuurlijk niet waar u het allemaal over gehad heeft vanmiddag. Het hoofdonderwerp kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar misschien ook nog wel over de pensioengerechtigde leeftijd. Dat is maar goed ook. Dat is heel verstandig. Want dat zijn van die lastige thema's dat je denkt, mensen die midden in het leven staan, dat zie ik dan bij u ook gebeurd. Wij kennen elkaar eigenlijk niet, hè. Maar als ik u dan zo zie staan, dan denk ik, waarom stopt die man ermee? Maar ja, daar ga ik niet over. Dus daar heb ik helemaal niks over te zeggen. Misschien moet ik bij Luc zijn, bij de rector, ik weet het niet. Vandaag een bijzonder moment. Sinds 1977 heeft u zich zeer verdienstelijk gemaakt op het gebied van wetenschappelijk en medische activiteiten. In uw functie als hoogleraar transmurale cardiologie bij het Academisch Ziekenhuis Maastricht heeft u het afgelopen decennium een zeer wezenlijke bijdrage geleverd aan vele ontwikkelingen op het gebied van de zorg voor hart- en vaatpatiënten. In decennia daaraan voorafgaand heeft u het vakgebied cardiologie mee opgebouwd in Zuid-Limburg en daarmee aan de wieg gestaan van de academische cardiologie hier in Maastricht. Vanaf het begin heeft u ook als klinisch cardioloog mee ontwikkeld, waarbij hij dokter zijn voor de patiënt altijd hoog in het vaandel heeft laten staan. Als klinische verworvenheden binnen de cardiologie kunnen genoemd worden topklinische en polyklinische zorg door het voortdurend geven van onderwijs aan studenten en opleiding van assistenten cardiologie op het gebied van amnese en fysieke diagnostiek en het elektrocardiogram, de ECG. De afdeling cardiologie is mede daardoor een van de afdelingen in het land bevoegd tot het opleiden van cardiologen. Ik vertel u ook helemaal niks nieuws natuurlijk. U knikt gelukkig vriendelijk steeds ja, dat klopt wat ik zeg. Klopt. Want u weet dat ik voorlees het andermans werk, maar zo gaat het bij dit soort momenten. Bovendien heeft u uw ECG-kennis continu zeer effectief overgebracht op uw collega. Daarnaast in de afgelopen 36 jaar bijgedragen aan nieuwe ECG-kennis door origineel wetenschappelijk onderzoek. Bovendien door uw onderzoek de diagnostiek van het hartinfarct, reperfusie bij het hartinfarct, dat mag u mij straks uitleggen, ritmestoornissen, pompfalen en longembolie verbeterd. En verder heeft u een aantal belangrijke wetenschappelijke bijdragen geleverd op het gebied van de cardiologische zorg. Voorts heeft u in de achter u liggende periode van zeker 30 jaar steeds een grote maatschappelijke betrokkenheid aan de dag gelegd door op een heel persoonlijke wijze invulling te geven aan ontwikkelingen die voor het MUMC+ en de mensen in het haar verzorgingsgebied en daarbuiten van groot belang waren. En daarmee was u een voorbeeld voor vele collega's, ook een ankerpunt voor vele van uw patiënten. U bent een fervent pleitbezorger van gezondheidsbevordering in de algemene bevolking. Daar moet u ook blij zijn met al die gezondheidsprogramma's die op dit moment heel breed volgens mij onder de bevolking worden uitgedragen. En u heeft uw hele werkzame leven daaraan invulling gegeven. U ook ingezet om de werkrelatie met de huisarts zo in te richten dat over en weer kennisbevordering plaats kon vinden, transmurale verpleegkundigen ingezet konden worden, de overdracht van patiënten kon verbeteren en bovendien wetenschappelijk onderzoek naar de verbetering van de transmurale zorg kon plaatsvinden. En uw onderzoek naar de plotse hartstoot in de algemene bevolking heeft navolging gevonden zelfs in de hele wereld. Bovendien rekende u het de afgelopen 10 jaar tot uw persoonlijke taak om reanimatie
bij plotselinge hartdood onder de aandacht te brengen van de bevolking en het ook actief te instrueren. In het bijzonder aan de schoolgaande jeugd. Het algemene maatschappelijke belang van hetgeen u op dit gebied gedaan heeft en de aandacht die het onder de bevolking krijgt, is uitzonderlijk en het directe gevolg van uw inzet. U bekleedde en bekleedt een groot aantal functies binnen het Academisch Ziekenhuis Maastricht en bij de Universiteit Maastricht, maar ook landelijk en internationaal. En met deze toch hele officiële voorlezen van alles wat u betekend heeft. U hoort misschien in mijn woorden dat er wellicht weinig emotie in zit. Maar het thema zelf is natuurlijk zo belangrijk om het ook op uw manier uit te dragen en te onderzoeken en over te dragen. Dat de emotie dan niet direct in het vakgebied zelf misschien zit, maar wel de emotie in de samenleving als zodanig. Want ik denk wel te mogen concluderen, als ik dit allemaal heb voorgelezen en dit allemaal waar is, en ik ga ervan uit dat het allemaal op waarheid berust, dat u daarmee echt een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de gezondheidsbevordering, niet alleen in Maastricht en in Zuid-Limburg, maar nationaal en wereldwijd. En ik denk dat het ook voor uzelf een grote eer moet zijn om dat ook te hebben mogen doen. Want als je zo'n bijdrage aan de gezondheid in de wereld mag leveren, die toch al zo kwetsbaar is, dan is dat toch wel een hele mooie opvatting die je dan kunt uitdragen. En als je dat dan zeker vanuit Maastricht mag doen, dan kan het eigenlijk niet mooier. U bent weliswaar geboren in Kerkrade, daar zullen we het dan verder niet meer over hebben. Maar op dit moment toch woonachtig in Maastricht en ik ga ervan uit dat u hier in Maastricht ook blijft wonen. Maar ik mag u zeggen dat deze tekst niet alleen naar mij is gekomen, maar deze tekst is ook via de gouverneur op het paleis terechtgekomen. En ik kan dan ook zeggen dat het Hare Majesteit heeft behaagd om u te benoemen tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Dank u wel. Geachte meneer Hoes, ik ben u uitermate erkentelijk voor deze eer. Ik zou u als dank zou ik u graag een reanimatiecursus willen aanbieden. Ja, ik denk niet dat hier veel meer woorden aan hoeft te worden toegevoegd. Dus ik geef graag het woord weer terug aan de rector. Beste Tom, hartelijk dank voor deze korte intermezzo en excuses naar het publiek dat we dit allemaal toch een beetje zo kunnen doen. Getuigt wel dat deze universiteit ook in staat is tot originele en manieren van afscheidsredes te organiseren. Hartelijk dank ook aan de burgemeester voor uw komst hier. Ik wilde ook afsluiten met wat persoonlijke overwegingen. Omdat ik zit hier denk ik als de enige econoom in dit midden. Er zitten misschien nog enkele anderen. Maar wat mij dus opvalt, en dat is toch wel uniek in dit hele proces van het belang van reanimatie, dat voor één keer hier de hele theorie van economie, van maximalisatie van het persoonlijke nut, het individuele nut, totaal niet opgaat. Het belang is juist bij de ander. Je leven hangt af van de ander. En ooit schreef natuurlijk Jean-Paul Sartre over l'enfer, c'est les autres. U hebt hier in feite het bewijs gegeven dat la survie, c'est les autres. Survival is the others. En dat is toch wel een zeer unieke, denk ik, benadering. En ik heb mij altijd afgevraagd waar dit komt, waar dit vandaan komt. En ik denk dat het dus komt vanuit uw continue erkenning van dat belang van die anderen. Ik ben heel benieuwd hoe dit ontstaan is, die interactie met de anderen. En dat wij dus allemaal in ons eigen belang de anderen kennis moeten hebben over reanimatie. Dat vind ik een fascinerend onderwerp. Wat mij ook zeer duidelijk aan het denken zet van wat het juist ook voor economen kan bijdragen. Misschien dat we daar eens
tussen economen even moeten ook praten van deze inzichten van de anderen en het belang van kennis bij de anderen voor zichzelf, dat het een heel interessante overweging is. Dames en heren, ik kom aan het einde van deze zitting en ik wil u allemaal hartelijk danken voor uw aanwezigheid. Dit is een academische zitting, dus we moeten eerst toelaten dat wij met het cortège eerst de kerk verlaten, samen met de heer Gorgels en zijn familie. Maar u bent allen uitgenodigd voor een receptie op de Minderbroedersberg. Er is een kleine gang waar wij zullen ontsnappen, maar dat is dan alleen voor de cortège. U anders moet gewoon de normale weg nemen. Maar we zien elkaar allemaal op de refter op de Minderbroedersberg, waar u de gelegenheid hebt om professor Gorgels en zijn vrouw te feliciteren. Hartelijk dank.